De Utopia van Thomas More is een reisverhaal. Dat wordt verteld door een fictieve personage dat op reis is geweest aan het fictieve personage Thomas More in het boek. En daarin beschrijft hij zijn reis naar de nieuwe wereld, wat we nu Amerika noemen, door alle landen die daar dan zouden zijn. En met name het eiland Utopia, wat een ideale samenleving zou zijn. En hij beschrijft hoe de mensen daar wonen, hoe ze leven, hoe die samenleving eruit ziet. En door middel van dat verhaal levert Thomas More weer kritiek op zijn eigen samenleving. Utopia kan twee dingen betekenen. Hij heeft het woord zelf verzonnen. Het kan betekenen de ideale plek, mooie plek, goede plek. Of het kan betekenen een niet bestaande plek. En het is dus de vraag, wil hij nu dat dit een samenleving is waarin hij zou willen leven? Of beschrijft hij een samenleving waar hij eigenlijk bang voor is? En doordat hij juist die dubbelheid erin zet, roept hij debat op, roept hij gesprek op over de dingen die hij daar dan beschrijft. En die zijn nog altijd verrassend actueel. Het gaat over de manier en de mate waarin de staat invloed heeft op het gedrag van de burgers. Over staatsopvoeding, over het gedrag in de vrije tijd. Het gaat over reproductie van gewassen en van dieren. Dus de productie van voedsel en de ethische vragen die daarbij komen kijken. Al dat soort dingen die nu nog steeds ontzettend actueel zijn, zie je in het boek terug. En juist ook door de afstand van het boek kan het ook weer helpen om over onze eigen tijdse problemen na te denken.